coach Jean-Marc Chamin after the, na, sorry, na 82-69 nederlaag hier in de kooi. Je eerste gevoel na deze wedstrijd? Gemiste kans voor ons. 17 aanvallen de rebounds van de tegenstander. We missen 10 vrijworpen. Meer moet je niet kijken. Tweede kans, enorm. Maar ze hebben gevochten voor die tweede kans. Tegen onze passieve manier van de tegenstander buiten de bucket te houden. Dat heeft ons de wedstrijd gekost. We moeten naar onze eigen kijken, naar ons en niet naar de tegenstander. Wij hebben die wedstrijd verloren en ze hebben gevochten. Ze verdienen meer dan ons, zeker in de laatste kwart, om deze wedstrijd te winnen. Ja, want jullie speelden echt een fysieke wedstrijd. Hè? Jullie maakten ook met name inside echt wel een goede fysieke strijd van. Is dat ook een beetje jullie kracht, zeg maar? Is dat ook misschien het verschil tussen België en Nederland? Of is dat te makkelijk? Dat is onze zwakte dit seizoen. Ik heb geen rotatie inside. Justin, Kohadja en Domagoj Proleta zijn twee verschillende spelers. We missen een 5, normaal gezien. Die we niet hebben veranderd. Allee, vervangen. In de loop van het seizoen. En we missen een rotatie inside. En we missen die physicaliteit inside. Juist. Om die rebound te controleren. Maar het is niet alleen van onze inside spelers die bij wie we moeten kijken. Kijk, Bart van Schaik, 6 aanvallen driebonds vanavond. Oké, okay, dat komt van de guards, van de tweede linie. Ze hebben hun job niet gedaan en we betalen het cash. Dankjewel Jean-Marc, veel succes.